Wat heeft een robot te maken met de bus die achter me staat? Nou, de robot heeft ultrasone sensoren aan de voorkant zitten. En dat heeft de bus ook, want de bus heeft namelijk hier parkeersensoren zitten. Dus de parkeersensor, een ultrasone sensor en de sensor van de robot. Bestuurder nu de ultrasone sensor. Nou, dat gebeurt als volgt. Ik kan namelijk mijn bus in de achteruit zetten. Daar gaat hij. En dan wordt in mijn spiegel wordt duidelijk dat er iets achter mijn bus ligt. Je ziet namelijk twee lampjes al aanstaan. En hoe verder ik dichterbij kom, kijk, als je goed in de spiegel kijkt, dan zie je iets erachter liggen. En als de lampjes steeds meer worden, dan weet ik zeker dat ik dus heel dicht bij het object kom wat achter mijn bus staat. Waar kunnen we deze opdracht vinden? Deze opdracht kun je vinden onder bewegen en draaien, namelijk in objecten en obstakels. Hier gaat het over de ultrasone sensor. We starten hem weer op. Je leest weer de onderdelen die erbij horen. Het bouwen is alweer gebeurd. Kijk wel even of je de sensor erop hebt zitten. Meestal zit hij er al op, de ultrasone sensor. En daarna ga je weer door naar het programmadeel. Bekijk weer het filmpje en je gaat weer kijken of je het voor elkaar krijgt. Probeer de programma's weer uit, zoals bij de vorige. Nou, jouw beurt. Je moet namelijk een aantal opdrachtjes weer uitvoeren. Kijk daarnaar en ga je kijken of je de uitdaging voor elkaar kan krijgen. Bij deze opdracht kan je ook nog een andere sensor gebruiken. Dat is namelijk ook nog de touch sensor. De touch sensor is namelijk een sensor, een drukknop. Want als hij ergens op drukt, dat hij dan iets moet uitvoeren. Achteruit rijden of een draai gaan maken. Of maakt niet uit. Ook die kun je hierin proberen.